Blauw-zwart op zoek naar 9 punten op 9 bij Serein. Na 2 speeldagen nog altijd zonder punten en sinds gisteren ook zonder Jean Tisse. Tisse werd bedankt en voorlopig vervangen door assistent Manuel Ferreira. Ook bij Club Brugge een belangrijke afwezige in de persoon van René Eikelkamp, die eergisteren verrassend vertrokken is naar PSV. Vermand nam de positie in van Eikelkamp. En Broos moest ook aan zijn verdediging sleutelen, want Ocon was er wegens een blessure niet bij. Metvert werd libero, De Brul rechtsachter en Lembi begon op het middenveld. Serein Club Brugge met Dirk de Ferme. Tweede corner voor Club al. Met Gert Klaasens. Stanis kopte en de bal bleef even hangen in het pak daar. Maar uiteindelijk toch Harold Heijnen. Deze Harold Heijnen op het leer. Krapa. Lamberto. Goeie bal van Lamberto voor Bisconti. In het punt van de aanval met Nilsson. En dat was Miceli. En dan met wat moeite Jurgen Belperre. Micheli, de bedoeling was Kimoni, maar het werd Stanic, Vermand, Klaasens, doelpunt, Gert Klaasens. Snelle voorsprong voor Club Brugge. Nauwelijks een minuut of 5 gespeeld en meteen 0-1. Daar staan veel mensen. Waar de supporters van Serein moeten staan, staan er niet te veel. Dit is Klaasens en dat is zijn tweede doelpunt van het seizoen. Bortelmans. Wil vergooien. Makkelijk gekeerd door Kaan. Klaasens en Borkelmans. Goed tikje van Stalens. Goede voorzet van Borkelmans. En één vuist van Heijnen. Lembi. Stanic in de weg. De Brul over. De doelmond gaapte wijd over. Of open. Niet Stanic, maar Tjörven de Brul kogelde die bal in de tribunes. Tussen de eigen supporters. Tippers. Lamberto infiltreert. Micheli. En het schot dan maar van Tippers. Afgeweken bal en corner. Uitgesponnen aanval van Serein. En uiteindelijk een schot van Patrick Tippers. Ferreira voelt dat er iets in zit voor zijn ploeg. Want Club Brugge overtuigde niet meer na dat doelpunt. Lamberto. Met de versnelling. Maar hij is niet helemaal langs Renier. Wel langs Medved. En langs Renier. Lamberto. Gaat neer. En niks aan de hand, zegt Sandra. Daar gaan ze hier lang over discussiëren, denk ik. Het was alleszins een mooie dribbelactie van Lamberto Sousa Campos. En geen strafschop volgens Sandra. Hier komt het nog eens. Medved en Renier was hij kwijt. Medved in de achtervolging. Borkelmans komt ook. De bal gespeeld door Dirk Medved. Dat is duidelijk. Tippers. Micheli. Bal vrijgemaakt voor Bisconti. Roberto Bisconti. De hoek was zeer scherp. En de controle was ook niet perfect. Met links hoog overgetrapt. Terwijl u kijkt naar Stalens en Van der Elst met vertwijfelde gezichten. Corner Micheli. Weggekopt Stalens. Tippers. Bal komt net niet bij Ed Milson. Goed werk van Bisconti, Lamberto. De Brul. Bisconti. Ingespeeld bij Edmilson. Het schot van Edmilson en het doelpunt van Paulo da Silva Edmilson. De man die zo lang in beeld was bij Club Brugge. Hij werd er zelfs medisch gekeurd en meteen naar de nieuwe trainer Manu Ferreira. Die wordt in de vreugde betrokken. Het is een man die hier de ommekeer moet bewerkstelligen. De spelers waren niet helemaal gelukkig met Thyssen. Ze zijn wel gelukkig dat hij weg is, denk ik. Dat was Bisconti. En dan Edmilson verwoestend met die atoomlinker van hem. Geen schijn van een kans voor Jurgen Belperre. 6 minuten gespeeld in de tweede helft. Het is 1-1. Krapa. Lamberto. Langs Renier. Brazilian Magic zeker. Lamberto Sousa Campos. Mooi nummertje, maar geen doelpunt. Lembi, een beetje slordig. Ook dat valt niet mee voor Club.
Het Milson met een schot. Mensen, wat zit er poeder in die linker van Paulo da Silva, Het Milson. Lunier. De buitenspelval schuift open. Verman vertrekt nu. Daar is hij, kopt door. En Heinen voor Stanic. Het eerste prikje van Club Brugge na het doelpunt van Het Milson. Vermand. Club Brugge blijft bijzonder rustig en heel geduldig bouwen. Zoeken naar de opening. Borkelmans naar Van der Elst centraal. Van den Berg. Die bal valt bij Klaasens. Heinen met een kamikaze save. Maar wel doeltreffend. Stalens neemt hem goed mee. Stanic. Tweede paal Spekkar. Die ingevallen is voor Lembi. Daar is hij. Kwam niet aan de bal omdat de Busseren goed voor deze Robert Spekkar kroop. Een kwartier nog. De corner met Klaasens. Hij ging hoog. Stanic van der Elst met een knal. Net over de lat. Frankie van der Elst, de captain van Club Brugge. Spekkar vertrok heel goed. Robert Spekkar, is hem dat? Het is hem niet. Geen doelpunt voor de Kroaat. Knappe paas van Pascal Renier. Maar niet afgemaakt door deze Spekkar. Medved. Is al een hele tijd alle hens aan dek bij Seraing. Al versiert Club Brugge niet zoveel kansen, maar wel mogelijkheden. Kansjes.